Faces of Science. Ik zag op een gegeven moment op het web overal van die buttons verschijnen om dingen te liken en te sharen. En ik vroeg me toen af, wat betekenen die buttons eigenlijk en wat maken ze mogelijk? Dit heb ik toen in relatie gebracht tot de opkomst van sociale mediaplatformen. En wat betekent die opkomst nou voor de infrastructuur van het web? Hoe kunnen we bepaalde veranderingen op het web begrijpen door onder andere naar deze platformen te kijken? En wat betekent deze platformisatie van het web nou? Als je bijvoorbeeld op een like-button klikt, dan verschijnt deze niet alleen op jouw nieuwsfeed op Facebook, maar ook die van je vrienden. Maar ook op de pagina die je net geliked hebt. Maar tegelijkertijd wordt er ook nog andere data naar Facebook gestuurd. Ik ben daarom geïnteresseerd niet zozeer in waarom mensen iets liken, maar wat dit nou betekent en wat voor datastromen dit nou mogelijk maakt. Daarom vind ik het belangrijk dat we dus ook naar deze onderliggende infrastructuur en welke datastromen deze mogelijk maakt te gaan kijken. Het is heel belangrijk om dergelijke platformen te bestuderen in onze hedendaagse mediacultuur, omdat zoveel mensen er op dagelijkse basis gebruik van maken. En door te kijken naar die achterliggende infrastructuur zien we ook andere dingen die we misschien niet direct aan de voorkant zien. Zo zijn die buttons niet alleen heel erg handig om dingen met je vrienden te delen, maar tegelijkertijd sturen ze ook waardevolle informatie naar Facebook voor adverteerders. We zijn dus eigenlijk allemaal aan het werk voor Facebook. Ik wil de onderliggende mechanismen van nieuwe mediaobjecten blootleggen. Een recent voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Tinder. Een dating-app die ontzettend populair is onder 18 tot 25-jarigen en die gebaseerd is op het Facebook-platform. Maar wat er gebeurt is als bijvoorbeeld een vriend van mij die Tinder-app installeert, dan word ik door de open privacy settings van Facebook ook automatisch ingeladen om het matchingproces te bevorderen. Dit kan mogelijk hele ongemakkelijke gevolgen hebben voor gebruikers die niet weten dat ze hierin worden meegenomen. Ik wil dus graag dit soort structuren blootleggen door mijn onderzoek. Tijdens lezingen en bijvoorbeeld in artikelen voor allerlei media probeer ik ook altijd duidelijk te maken hoe dit soort praktijken werken, maar ook hoe gebruikers zich daartegen kunnen beschermen. Door bijvoorbeeld tools te installeren zoals Ghostery, die trackers blokt, of gebruik te maken van een meer privacy-sensitive zoekmachine, zoals DuckDuckGo, een populair alternatief voor Google. We hadden thuis al vrij vroeg internet in 1995 en ik was dan ook heel vaak dag en nacht online. Helaas kregen we hierdoor wel vrij hoge telefoonrekeningen, maar het bevestigde mij ook dat ik dit verder wilde onderzoeken. Daarna wilde ik een PhD gaan doen om mijn ideeën nog verder te gaan uitwerken. En ik was heel erg blij dat er een plek was aan de Universiteit van Amsterdam. Wat ook heel erg uniek was, want het was pas de tweede plek die op dat moment beschikbaar was voor nieuwe mediakandidaten. En ik ben daarmee echt een van de weinigen die van zijn hobby zijn werk heeft kunnen maken. De uitdaging is dat ik onderzoek doe naar iets wat heel erg nieuw is. Wat aan de ene kant heel erg leuk is, want je kunt dus constant nieuwe ideeën ontwikkelen. Maar aan de andere kant is het ook soms wel lastig omdat die platformen constant veranderen. Daarom is het belangrijk om af en toe even te gaan ontspannen. Dat doe ik bijvoorbeeld door te fotograferen of ik ga een rondje hardlopen. En dan kan ik lekker mezelf tracken. Faces of Science.